De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo is een van de beste, zo niet de best betaalde sporter in de wereld. Zijn vermogen stelt hem in staat om een leven te leiden wat voor velen maar een droom zal blijven. Ook benieuwd hoe hij zijn miljoenen uitgeeft? Bekijk dan deze video van begin tot eind. Abonneer je ook op ons kanaal, klik op het belletje en doe het duimpje omhoog, dan gaan we van start. 10. Huis in Italië. Het is geen verrassing dat Cristiano als een van de best betaalde voetballers in de wereld zich ook een huis heeft aangemeten dat bij zijn status past. Het huis van de superster in Turijn, Italië is dan ook een droomhuis waar hij zich geriefelijk kan terugtrekken met zijn vriendin Georgina Rodriguez en hun 4 jonge kinderen. Het huis is vanzelfsprekend heel kindvriendelijk ingericht met een enorme speelkamer met allerlei speelgoed zoals een glijbaan en speelkasteel. De overige kamers in de riante villa zijn allemaal prachtig met passend meubilair en decoraties ingericht. In de hal prijkt een grote tekening van de voetballer, want trots op zijn prestaties is hij zeker. Zijn liefde voor Georgina blijkt ook uit de vele kussen met haar initialen erop. De babyslaapkamer is ruim en praktisch ingericht, aangezien de kinderen nog in de groei zijn. Op de muur zijn silhouetten van reuze teddyberen te zien. In het huis van een topsporter mag een fitnesskamer natuurlijk niet ontbreken en verder heeft het huis ook een jacuzzi en een luxueus zwembad. Cristiano, zijn vriendin en hun kinderen kunnen zo genieten van een leven voorzien van alle gemakken wanneer ze in Italië zijn. 9. Appartement in Trump Tower. Naast zijn riante villa in Italië heeft de Portugese topvoetballer zichzelf ook getrakteerd op een appartement in Trump Tower, New York City, een stad met de duurste appartementen ter wereld. Voor topvoetballer Cristiano Ronaldo is dit geen probleem, want die telde met gemak de 15,6 miljoen euro neer voor de verkoper. Het appartement is naar de maatstaven van Ronaldo vrij bescheiden met 3 slaapkamers en heeft een oppervlakte van 2500 vierkante meters. Aan de inrichting zal dus nog veel moeten gebeuren voordat het de verfijnde smaak van de stervoetballer weergeeft. Het appartement is zo duur omdat het een L-appartement is. Dat wil zeggen dat het een fantastisch uitzicht biedt op de beroemde wereldstad. Cristiano had echter grootse plannen en vergrootte zijn bezit door nog een appartement in Trump Tower te kopen van 19,4 miljoen. Nu kan hij kiezen in welk appartement hij zal verblijven wanneer hij in New York vertoeft. 8. Duur moederdag cadeau. Als je zoon een stervoetballer is, dan mag je op moedersdag wel meer dan een bos bloemen verwachten. Maria Dolores Aveiro, de moeder van Cristiano Ronaldo, werd door haar razend populaire zoon verrast met een auto op moederdag. Nu zijn er wel meerdere zoons die hun moeder met een auto hebben verrast, maar als je Cristiano Ronaldo heet, ga je daar een stapje verder in. Dolores kreeg een auto van het merk Mercedes-Benz van meer dan 50.000 euro van haar liefhebbende zoon. Met een vermogen dat geschat wordt op 100 miljoen euro, is dat maar een klein bedrag, vind je niet? Overigens valt het wel te begrijpen dat hij een extra speciaal cadeau wilde kopen, aangezien zijn moeder niet lang daarvoor een beroerte had gehad. De voetballer en zijn gezin verlieten hun villa in Madeira om bij hun moeder en grootmoeder te kunnen zijn, die gelukkig herstelde. Nu kan ze racen in haar spliksplinternieuwe auto. 7. Zondagse schoenen. Sportschoenen van Jola Puma greep de kans om met de topvoetballer in sportschoenenzaak Honor 23 in Beijing, China, te gaan winkelen. Hij kocht er in één keer 7 paar schoenen en betaalde bijna 3000 euro. Wie geeft er nou zoveel geld in één keer uit aan schoenen? Precies, alleen een miljonair als Cristiano Ronaldo. Recent was ook de nieuwe sportschoenenlijn van Cristiano, waaronder de Nike Air Max 97 CR7, gelanceerd. Tijdens het shoppen onthulde de superstar zijn eenvoudige jeugd, waarbij hij slechts 2 schoenen had. 1 voor school en 1 om te voetballen. Zijn verleden was dan ook een inspiratiebron voor zijn eigen sportschoenenlijn. De schoenen zijn een gigantisch succes, waarvan de eerste exemplaren binnen korte tijd uitverkocht waren. De zoon van de stervoetballer, Cristiano Jr., is ook weg van de schoenen van zijn vader en dat is te begrijpen, want welk kind wil niet op zijn ouders lijken en zeker als je zo'n wereldberoemde voetballer als vader hebt. Cristiano is trots dat zijn zoon op hem wil lijken en is dankbaar dat hij nu in de gelegenheid is om zijn eigen sportschoenen te ontwerpen. 6. Wilderige vakanties. Het gezin van Cristiano Ronaldo brengt hun vakanties niet op de camping door, maar die worden zoals verwacht op zeer wilderige wijze gevierd. Het gezin werd gespot op een jacht van 6 miljoen euro waar ze een welverdiende vakantie beleefden. De partner van Cristiano, Georgina Rodriguez, leek volop te genieten van de vakantie op het jacht. Nu kon ze in ieder geval even alleen met haar lief en hun kinderen zijn. Geruchten over een op handen zijnd huwelijk van de 2 geliefden deden al een tijd de ronde. Georgina zou zelfs al trouwjurk aan het passen zijn. Echter is het niet duidelijk of de superstar zijn geliefde, voormalige verkoopassistent die hij tijdens het shoppen in een winkel ontmoette, al ten huwelijk heeft gevraagd.
Tot die tijd genieten de twee van een mooie gezinnetje en gaan ze, zoals het bij een miljonair past, op stijlvolle vakanties met alle nodige luxe en gemakken. We weten zeker dat je deze video al een duimpje omhoog hebt gegeven en je al hebt geabonneerd en op het belletje hebt geklikt. Nog niet gedaan? Dan is dit nu je kans. Perfect! 5. Grote fooi. Hotelpersoneel overal ter wereld zouden vast wel eens een Cristiano Ronaldo als gast willen hebben. De immens populaire topvoetballer gaf een uiterst royale fooi van 25.000 euro aan het personeel van een Grieks hotel die hem en zijn gezin in Costa Navarino bediend hadden. Cristiano was de gast in het hotel met zijn vriendin Georgina Rodriguez en zijn oudste zoon Cristiano Jr. Het hotel blijkt volledig aan de eisen van de Portugese superster te voldoen, want het jaar daarvoor mochten ze ook al eens zo'n grote fooi in ontvangst nemen. De manager mag trots zijn op de uitstekende diensten van zijn personeel. Daarnaast gaf Cristiano tijdens zijn verblijf in het superdeluxe hotel tevens een bedrag van wel 64.000 euro uit aan verblijfskosten en verschillende activiteiten van het hotel. Via zijn social media konden zijn ruim 237,9 miljoen volgers meegenieten van de vakantie van deze topvoetballer en zijn gezin. 4. Liefdadigheidsdoelen. Cristiano Ronaldo staat niet alleen bekend als een van de best betaalde voetballers in de wereld, hij staat daarmee ook bekend als een grote filantroop. Hij treedt op als ambassadeur voor verschillende internationale organisaties, die zich vooral met het welzijn van minder bedeelde kinderen in de wereld bezighouden. In 2011 gaf hij na de verkoop van zijn Golden Boot een van zijn eerste grote donaties aan de bouw van scholen in Gaza. Verder is hij sinds 2012 ook ambassadeur van de organisatie Save the Children, die het doel heeft om de leefomstandigheden van kinderen overal in de wereld te verbeteren. Hij gaf aan deze organisatie ook een royale donatie van 37.000 euro. Tevens is hij ambassadeur van UNICEF en World Vision en in 2014 verdeelde hij na het winnen van de Champions League zijn prijs van 490.000 euro onder de drie voornoemde organisaties. Zijn prijs voor Team of the Year in 2013 van 100.000 euro gaf hij aan het Rode Kruis. De vrijgevige ster heeft nog veel meer donaties aan goede doelen op zijn naam staan. Een ster met het hart op de juiste plaats dus. 3. Privéjet. Supersterren zoals Cristiano Ronaldo reizen de wereld rond en kunnen niet afhankelijk zijn van de vliegschema's van de reguliere vliegmaatschappijen. Cristiano beschikt zoals vele andere beroemdheden over zijn eigen privévliegtuig. De rijkste voetballer op onze planeet wordt ook overal herkend en achtervolgd door hordes van fans die hij begrijpelijk wil vermijden, vooral als hij op tijd moet zijn voor verschillende afspraken. Het vliegtuig is een Gulfstream G650 Jet van zeker 59 miljoen euro. Het is het grootste en snelste vliegtuig van het bedrijf Gulfstream en biedt zitplaats aan zo'n 11 tot 18 passagiers. Over de inrichting van het vliegtuig van de voetballer is niet veel bekend, maar bezitters van zo'n vliegtuig hebben de optie om te upgraden met een keuken, bar en entertainment faciliteiten. Het zal ons niet verbazen als de steenrijke voetballer zich van deze gemakken heeft laten voorzien. Verder wordt het Gulfstream vliegtuig van CR7 ook voor 3000 euro per uur verhuurd door zijn bedrijf Dutton Invest, wanneer de topsporter in de rust is. Geldgebrek zal hij in ieder geval nooit hebben. 2. Zakelijke ondernemingen. Cristiano Ronaldo beweegt zich niet alleen als een kei op het voetbalveld, maar ook in de zakenwereld voelt hij zich helemaal thuis. Behalve restaurants en hotels, zijn eigen kledinglijn, schoenen, ondergoed en parfum startte de goedhartige superster onlangs zijn eigen haartransplantatiekliniek in Sparja in Spanje. Zijn doel is om mensen te helpen hun zelfvertrouwen terug te winnen. We weten dat een mooie haardos zeer belangrijk is voor het zelfbeeld van de meeste mensen. En Cristiano, die zelf zeer gesteld is op zijn eigen knappe verschijning, kan zich helemaal inleven in de gevoelens van mensen die onder andere lijden aan aandoeningen zoals alopecia, waarbij gedeeltelijk of algehele kaalheid van de persoon optreedt. Verder is de kliniek ook om een bijdrage te leveren aan de groei van de Spaanse economie en het helpen van het Spaanse volk. Cristiano geeft aan naast voetbal ook geïnteresseerd te zijn in gezondheid, technologie en onderzoek en wil graag daarin investeren. Hoe kan het ook anders? Deze lijst was niet compleet geweest zonder iets te zeggen over de auto's van Cristiano Ronaldo. Als je een echte autoliefhebber bent, heb je zeker hierop gewacht. De autocollectie van Cristiano Ronaldo. De stervoetballer die bekend staat om zijn weelderige levensstijl, zal zeker de duurste en meest exclusieve auto's in zijn collectie van wel 19 dure auto's hebben. Bekende en dure merken zoals Bentley, Bugatti, Ferrari, Porsche, Audi en Rolls-Royce behoren allemaal tot zijn wagenpark. Een van de blikvangers is een zwarte Lamborghini Aventador LP704 die hij vol trots heeft laten zien op zijn social media platform. De rare pose die hij echter aannam zorgde voor veel hilariteit onder zijn fans, maar toch blijven ze van hem houden. Zijn nieuwste aanwinst is een Bugatti 110 uit een zeer beperkte oplage van 10, waarvoor de topvoetballer 8,9 miljoen heeft neergeteld. Deze supercar zal in 2021 worden geleverd. De nieuwe Bugatti zal plaatsnemen in de rij van auto's die hij reeds bezit van hetzelfde merk. Welke zal zijn favoriete auto zijn?
Heb je genoten van het extravagante leven van Cristiano Ronaldo? Waaraan zou jij je miljoenen uitgeven als je zo rijk was? Laat je antwoord achter in de comments. Als je onze video een duimpje omhoog hebt gegeven en je ook hebt geabonneerd met een ingedrukte bel, dan krijg je elke dag een nieuwe video te zien en dat maakt mij dan super blij. Tot morgen!